Hallo, mijn naam is Rossi Intriago, oprichter en directeur van RI Consultancy. Vandaag zou ik het graag willen hebben over mijn autobiografie. Zoals ik eerder aangaf, heet ik Rossi Intriago van Ecuadoriaanse komaf, uit een stad uit het zuiden, de Esmeralda, Muisne, Puerto Nuevo. Daar heb ik mijn lagere school volbracht. Daarna ben ik overgegaan naar de middelbare school in de provincie Las Esmeraldas, op de scholengemeenschap Luis Libertad. Daar heb ik 6 jaar op school gezeten en mijn titel behaald voor computertechnologie. Om verder te gaan met mijn opleidingen ben ik naar Quito verhuisd om verder te studeren op de universiteit. Deze studies heb ik niet direct vervolgd, omdat de mogelijkheid zich heeft voorgedaan voor mij om de wereld te verkennen. En toen dacht ik wil meer weten, ik wil meer kennen van de wereld. Wat is Europa? Wat voor een land is Nederland? Hoe zijn de mensen daar? Wat is er allemaal te vinden daar zo? Ik wilde deze mogelijkheid benutten en heb steun gevraagd aan mijn ouders om mijn geboorteland te kunnen verlaten, met zeg maar een droom voor ogen en als doel de juiste mensen tegen te komen in Nederland. En zo heb ik besloten om met bekenden vanuit Ecuador naar Nederland af te reizen. En zo kwam ik via België in Nederland terecht. Ik heb contact gezocht met de juiste mensen om mijn proces voort te zetten en verder te werken aan mijn ontwikkeling voor de stabilisatie op een eerst clandestine manier, om het zomaar te zeggen. Na een maand in Nederland begon ik aan mijn eerste baantje als schoonmaakster en als oppas voor jonge kinderen. Werk waar ik mij vereerd bij voelde en veel heb mogen leren van de kinderen. Ik heb toen ook geleerd hoe je een huis schoonhoudt in Nederland. Ik wist daarvoor uiteraard niet hoe dat gedaan moest worden. Want hier in Nederland is schoonmaak gewoon een baan. Ook als het gaat om een woning schoonmaken. En op kinderen passen, nou het belangrijkste in de wereld, was eigenlijk ervaring opdoen op gebieden waar ik alleen maar trots op ben en hele mooie dingen heb gezien. Terwijl ik deze baantjes had, was ik ook bezig met een taal te leren, een extra taal, om te kunnen communiceren anders dan alleen in het Spaans, mijn moedertaal. Spaans is ook niet een taal die veel mensen in Nederland spreken en het is in Nederland zeer van belang om minimaal een andere taal te spreken naast Spaans waarmee je verstaanbaar kunt maken. Dus ben ik Engels gaan leren. Ik ben Engels gaan leren op de Engelse school. Ik heb dus een mogelijkheid benut om te leren, zeg maar naar school te gaan, terwijl ik eigenlijk nog niet legaal in Nederland was. Zo bleef ik kansen benutten en zette ik mijn werk door en ging door met de studies. En voor een periode van 3 jaar zag ik eerst weinig mogelijkheden. Ik had namelijk weinig informatie over de mogelijkheden om verder te ontwikkelen terwijl je een illegale status hebt. Daarom besloot ik na die 3 jaar om terug te gaan. Terug naar huis en opnieuw naar de universiteit. Ik was er al over uit dat ik terug zou gaan en het op zou pakken waar ik het gelaten had. Maar terwijl ik in die periode bezig was met mij te organiseren om terug te gaan, deed zich een mogelijkheid voor om toch in Nederland te blijven. Het was een belangrijke test voor mij, maar die ontzettend goed is uitgepakt. Want die situatie is mijn huidig gezin, mijn echtgenoot en onze kinderen. Dit bood mij een mooie mogelijkheid om mij te integreren in Nederland en verder te kunnen ontwikkelen. Nadat ik hier legaal kon verblijven, deden zich verschillende mogelijkheden voor en die heb ik allemaal benut. Nadat ik mijn legale status had verkregen, was mijn eerste baan voor het Joegoslavië-tribunaal.
in Den Haag. Ik ging daar aan de slag als cateringmedewerker. Dat heb ik een jaar gedaan, fulltime. En daar heb ik veel geleerd, veel geëxperimenteerd. Ik mocht het eten bereiden voor medewerkers van het tribunaal op alle niveaus. Van rechters tot aan administratieve medewerkers. Na een jaar dit werk te hebben gedaan, was ik ervan overtuigd dat ik meer kon. Dat ik meer te bieden had. Om te beginnen was mijn taal al beter. Ik had ondertussen administratieve cursussen gevolgd, maar ook cursussen ter integratie. Dus was het tijd voor mij voor een volgende stap, want ik voelde dat ik meer kon en meer te bieden had. Ik ben toen langs verschillende arbeidsbureaus en uitzendbureaus gegaan en zij allen waren best geschrokken van mijn cv en vooral van mijn houding. Dat kreeg ik steeds terug, de houding die ik aannam als er zich een nieuwe mogelijkheid voordeed. Steeds vanuit een positieve houding. Ik heb toen de mogelijkheid kunnen benutten om aan het werk te gaan voor het octrooibureau voor Europese patenten, waar de Franse en Duitse codes werden geselecteerd omtrent patenten. Dit heb ik zo'n 3 à 4 maanden kunnen doen, want via een uitzendbureau heb je vaak korte werkperiodes en niet meteen een vaste aanstelling. Daarna zag ik kans om aan het werk te gaan voor PDVSA. Dat is de Venezolaanse afdeling in Nederland als administratief medewerker. Inkoop en commercie, waaronder valt het versturen van apparaten en machines naar Venezuela, waarmee olieraffinaderijen worden gebouwd. Hier heb ik ongeveer, als ik me niet vergis, zo'n 6 maanden dit werk kunnen doen. Dit was voor mij een moment waarop ik mij realiseerde dat de periodes om aan het werk te zijn via uitzendbureaus nu wel voorbij mocht gaan. En dat het tijd was voor een nieuwe stap in mijn leven. Ik had de behoefte om verder te ontwikkelen, meer stabiliteit en vooral de professionele ontwikkeling door te voeren. Terwijl ik werkte, was ik ook altijd bezig met studies. Ik was soms 's avonds aan het studeren of in het weekend. Nu brak er een periode aan dat ik zonder werk zat. Dit heeft ongeveer 3 weken geduurd. Deze 3 weken heb ik benut om rechtstreeks te solliciteren bij het bedrijf naar een functie waar mij de mogelijkheid tot groei en die professionele ontwikkeling kon worden gegarandeerd. En het lukte. De mogelijkheid deed zich voor en ja, Rossi is altijd actief en alert op de mogelijkheden die zich voordoen om deze optimaal te benutten. En zo begon mijn professionele groei bij een oliemaatschappij in Duitsland. De inkoopafdeling van dit bedrijf voor olie en gas stond hier in Nederland. Ik kreeg daar dus de kans om rechtstreeks voor het bedrijf te werken. Dit vond ik een succes waar ik hard voor had gewerkt. Ik realiseerde mij dat ik een hele mooie mogelijkheid optimaal had weten te benutten. Ik werd hier administratief medewerker en monitorde alle inkoop. Na 3 maanden groeide ik door tot assistent manager. En na 6 maanden groeide ik door naar manager van de afdeling. Het was geen hele grote afdeling met ongeveer 25 medewerkers, maar wel werknemers uit verschillende landen en dat was een hele bijzondere ervaring om daarmee te werken. Een half jaar later, nadat ik afdelingshoofd werd, werd aan het einde van het jaar het resultaat gezien, mijn motivatie, mijn houding en mijn drang om door te leren en dingen steeds beter te doen. Het was natuurlijk mijn doel om zo goed mogelijk te ontwikkelen en zoveel mogelijk te kunnen bijdragen aan dit bedrijf die mij de kans heeft gegeven om als het ware vanuit nul te starten. Mijn toegevoegde waarde is niet onopgemerkt gebleven, want na een jaar kreeg ik een vaste aanstelling aangeboden voor dit bedrijf. Nu met een vaste aanstelling als afdelingshoofd hebben we voor elkaar gekregen
om zo te overtuigen dat na ongeveer anderhalf jaar het voorstel is gedaan om deze afdeling naar Duitsland te verhuizen, waar het bedrijf gerepositioneerd werd en alles bij elkaar werd gebracht. Het hoofdkantoor van deze grote organisatie E.ON staat in Düsseldorf. Dus alle afdelingen in Europa werden samengebracht in Düsseldorf. En daar zijn wij in staat geweest om onze afdeling daar net zo goed te laten functioneren zoals we dat hier deden in Nederland. Dit was een behoorlijke uitdaging, want het hield dus in dat wij zo'n 2 jaar wekelijks op de maandag en de donderdag daar aan het werk waren. En het was dan een gebouw die op zich klaar was aan de buitenkant, maar binnen nog lang niet klaar was. Het was een hele duidelijke vorm van opnieuw beginnen. Je had een gebouw, in mijn geval was er een ruimte waar uiteraard een bureautje stond, maar praktisch verder niks. En het was zo begin en mogelijkheid tot doorgroeien, doorontwikkelen, wat ik voor mij zag. En ik zag uiteraard weer geen dilemma's. Ik zag weer uitdagingen. En ik zag de uitdaging waar ik gemotiveerd voor was om aan te gaan werken. En dat is nou net de houding waar het bedrijf ook op zat te wachten. De uitdaging zat hem er ook in dat ik eerder had overlegd met het bedrijf. Ik had voorgesteld om mij de kans te geven, als we eenmaal over zouden gaan, om de afdeling helemaal werkend en klaar te maken, in goed contact en verbinding met de andere afdelingen en daarna een andere functie te mogen bekleden. Er was namelijk een functie die mij zeer interesseerde en waar ik naar wilde solliciteren. Mijn werkgever was positief. Ze zeiden prima, kom maar op met je voorstel. En eigenlijk na 3 maanden daar te hebben gewerkt en ook te hebben gerealiseerd wat ik had voorgesteld, heb ik een overdracht kunnen leveren met alles erop en eraan. Dus heb ik daarna de functie mogen bekleden van projectmanager van alle projecten van het bedrijf. En dan heb ik het over onder mij zo'n 600 medewerkers. Ik zou mij richten op houtskool en gas. Op lokaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Al deze mogelijkheden hebben zich dus voorgedaan in mijn traject van werken, leren en verder willen ontwikkelen. En zo werd mij als persoon bevestigd dat alles mogelijk is. Alles wat je wil, kun jij bereiken als je er hard voor werkt. Ik heb mooie ervaringen voor wat betreft de interactie gedurende de reorganisatie van zo'n groot bedrijf. En na een jaar, en zeker binnen anderhalf jaar, was alles zo goed gestabiliseerd en alles stond op zijn plaats. Het enige wat restte nog was het integreren van alle systemen. Oftewel, alle systemen samenbrengen tot één systeem. Dit was een hele technische taak. Maar daarvoor hadden wij natuurlijk een grote ICT-afdeling die met steun van andere managers het systeem hebben kunnen stabiliseren. Maar het toepassen en samenbrengen van systemen, dat is toch wel een andere tak van sport. Naast mijn vaste contract had ik ook nog een contract voor 2 jaar, puur voor het werken aan het stabiliseren van alles binnen de reorganisatie. En dit was na een jaar al gelukt op het samenbrengen van de systemen na. Na 2 jaar kwam ik dan op het punt dat ik mij begon weer af te vragen, is dit alles? Is dit alles wat ik kan geven? Nee, het was dus tijd voor een nieuwe uitdaging. En heb ik een heel mooi bedrijf heel goed achtergelaten om een volgende stap te maken. En dit gaat gepaard met keuzes. Toen heb ik keuzes gemaakt en ik heb gekozen voor mijn gezin. Ik was nog in Düsseldorf, maar daar koos ik voor een gezin te stichten. En toen kwam de zwangerschap. 9 maanden zwangerschap kan op zich al zwaar zijn, maar in mijn geval was het ook nog 9 maanden dus
steeds op en neer van Duitsland naar Nederland en terug. Dit heb ik volgehouden. Zo'n 2 keer in de week ging ik op en neer. En op een gegeven moment kwam de moederschap. Ik werd moeder. Na 6 maanden in Nederland kwam de volgende mogelijkheid om mij verder te kunnen ontwikkelen als professional. Maar op een andere manier. Ik kon nu werken voor een organisatie die zich bezighield met pensioenen. Mij werd toen aangeboden om daar aan het werk te gaan en Nederlands was de voertaal. Het leek mij een mooie uitdaging, mede omdat daar ook een vorm van ontwikkeling nodig was en daar zat ik helemaal in het ontwikkelen van organisaties. Ik ben de uitdaging dus aangegaan, maar ondanks mijn ervaring heb ik onderschat hoe belemmerend het zou zijn om een taal niet optimaal te beheersen. En taal werd uiteindelijk voor mij een behoorlijke obstakel. En uiteindelijk werkte het niet. Het werkte niet en ik ben er eerlijk over geweest. Ik heb aangegeven, het gaat niet werken. Het is een thema, communicatie is een heel belangrijk goed. En dit gaat zo niet werken in verband met mijn taalachterstand. Ik koos er dus voor om deze uitdaging niet aan te gaan, omdat het anders gebaseerd zou zijn op stress. Stress door mij niet te kunnen uiten, niet goed te kunnen verstaan en begrijpen wat er gezegd werd. Ik had namelijk alleen ervaring binnen de arbeidsmarkt met de Engelse taal. Daarom heb ik daarna besloten om de Nederlandse taal te gaan leren. Ik wilde de taal beter beheersen om beter te integreren. Ik was al hier met mijn gezin en dan was dit de volgende stap. Nadat wij het contract hadden ontbonden, heb ik mij dus gericht op het leren van de Nederlandse taal en ben ik Nederlands gaan studeren. Hiervoor ben ik naar de universiteit te Leiden gegaan en werkelijk begonnen vanaf nul. Vanaf niveau 1 die ik doorlopen heb, tot en met 6 het hoogste niveau, heb ik daar gestudeerd. Dit betekende een periode van 2,5 tot 3 jaar Nederlands studeren. Wat lukte en daarmee voelde ik mij ook veel beter, veel zekerder en beter geïntegreerd. Daarna ben ik verder gegaan met werk zoeken en heb ik gesolliciteerd bij een bedrijf waarvan gezegd werd dat het heel erg moeilijk was om binnen te komen. Daar zouden alleen mensen aan het werk zijn uit verschillende landen, maar met heel veel kennis en ervaring. En toen dacht ik, wij gaan eens kijken of het echt zo is. Ik heb namelijk altijd geloofd dat alles mogelijk is. En het lukte. Ik werd aangenomen en kreeg een tijdelijk contract voor 6 maanden bij dit bedrijf, genaamd OPAC. Hier werden chemische wapens geproduceerd en ik kreeg een functie binnen HR. Ik vond het heel mooi, het was een hele mooie ervaring en ik heb mensen ontmoet uit de hele wereld. Maar toch dacht ik van nee, het was niet de plek waar ik wilde zijn. Ik was er nog niet van overtuigd dat ik er klaar voor was om voor mezelf te beginnen. En mijn laatste werkervaring, zeg maar, werken voor een baas, was voor een bedrijf die karton produceerde, waar ook stroom werd verwekt. En dit bedrijf was bezig met verhuizing vanuit Engeland naar Nederland. Toen ben ik met een collega naar het plan gaan kijken, het bedrijfsplan en plan van integratie. Wij wilden goed kennis hebben van het werkproces daar, om te kunnen inschatten hoe wij dat zouden kunnen realiseren hier in Nederland. Om samen met de collega's daar van de HR-afdeling te kijken hoe we dat hier in Nederland zouden moeten gaan implementeren. Dit was dus mijn laatste ervaring als medewerker, dus werken voor een baas. In de jaren dat ik heb gewerkt voor verschillende bedrijven en organisaties, heb ik toch wel altijd geweten dat ik uiteindelijk voor mezelf moest beginnen. En vanaf 2010, nadat ik terugkwam naar Nederland, ging ik dus bezig met die volgende stap.
Nadat ik was gestopt met dat Engelse bedrijf, heb ik een persoonlijke ervaring gehad wat mijn motivatie heeft gewekt om te beslissen wat te gaan doen. Ik zou nu gaan voor om te doen wat ik leuk vond om te doen, waar ik gelukkig van werd, maar eigenlijk een tijd lang bang voor ben geweest om mee te beginnen. Het dilemma was voor mezelf willen beginnen, maar absoluut niet weten hoe dat te gaan doen. Een lange tijd was ik ervan overtuigd dat ik terug zou moeten naar Ecuador om het vanuit daar te kunnen doen, want dan zou ik het in het Spaans doen, mijn moedertaal, binnen mijn cultuur. Maar door deze persoonlijke ervaring hier in Nederland ben ik de dingen anders gaan zien. Toen realiseerde ik mij dat ik het ook vanuit hier kon doen en vanuit welke andere land dan ook. Ik ben toen alles gaan analyseren en in een soort van wedergeboorte heb ik ingezien dat ik het gewoon ging doen. Ik ben bezig gegaan met wat ik echt wilde doen. Voor mezelf beginnen, waarbij ik vanuit mijn eigen kantoor op mijn manier een bepaalde service zou kunnen bieden. Op een menselijke wijze, gebaseerd op de menselijkheid. Dus niet op een commerciële wijze, maar op een humane wijze. Dit is mijn autobiografie en ik hoop dat jullie nou begrijpen waarom ik de keuze heb gemaakt om deze stichting te starten. En welke kennis en motivatie erachter schuilt om dit werk te kunnen realiseren van zulk omvang.